Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe video. In de video van vorige week vertelde ik jullie mijn 5 grootste miskopen in het fotografiegebied. En deze week gaan we het tegenovergestelde doen. We gaan namelijk over mijn 10 beste aankopen ooit op fotografiegebied hebben. En wanneer is het voor mij een goede aankoop geweest? Even de randregels daarvoor. Een beetje hetzelfde als vorige week. Ten eerste, ik moet het zelf gekocht hebben. Als ik het gesponsord heb of wat dan ook gekregen, dan telt het niet mee. En ik vind ook, om te zeggen dat het echt een goede aankoop is geweest, eigenlijk dat ik het minimaal 1,5 jaar al in mijn bezit moet hebben en ook gewoon heel regelmatig moet gebruiken. Dus dat zijn mijn randvoorwaarden om te zeggen dat het een goede aankoop is. Dus laten we snel aan de gang gaan. En de eerste aankoop, dat is in dit rijtje een redelijk recente. Voor je het over recent mag hebben, het paar jaar oud alweer. Dat is deze. Dat is de Profoto B10 Flitskop. En er is eigenlijk bijna geen shoot of wat dan ook dat deze niet meegaat. En is echt gewoon mijn favoriete flitser om op locatie en in de studio mee te werken. Het tweede product, dat is misschien wel een van de oudste dingen in het rijtje. En dat is het volgende. Dat zijn deze twee jongens hier al. Dit zijn mijn, of ja, is mijn Sennheiser. Even kijken, wat is dat ook weer? De G3 Body Pack Transmitter en gelukkig nog gelijk in de frequentie gekocht die nog steeds mag. Let er altijd op als je gewoon de analoge zenders koopt, je altijd met frequenties koopt die nog steeds mogen. En ik heb verschillende digitale inmiddels getest en ik merk toch dat deze jongens doen het eigenlijk altijd. En de meer digitale, die willen ze problemen met bijvoorbeeld frequenties vanuit telefoon vandaan dat storing gaat geven. En qua bereik, en deze werkt eigenlijk nu toe bijna altijd. Ik gebruik ze ook heel veel, dus dit is echt een hele goede aankoop geweest. Nog even tussendoor. Hier onderin zal ik alle links plaatsen van de producten die ik laat zien voor zover ze nog steeds verkrijgbaar zijn, anders de meer huidige varianten van. Als je erop klikt en je wilt hem ook kopen, ja, dan verdien ik er een klein beetje aan, maar dat is weer op de manier hoe ik deze content kan maken. Dus mocht je van deze producten willen kopen, zeg ik het ook hebben, klik vooral hierop onder een link eerst. Dan help je mij ook weer een beetje mee. Oh, en gelijk niet vergeten. Ben je nog geen lid van mijn kanaal, druk hier onderin op abonneren en geef een duimpje omhoog als je een leuke video vindt. Maar goed, snel door naar nummer 3. Dat is deze lichtmeter hier. Dit is de Sekonic L478DR, ooit gekocht voor bij mijn Elegant flitsers, omdat die ook gelijk een trigger erin heb zitten voor Elegant flitsers. Nou, ik werk momenteel niet meer met Elegant flitsers, maar ook met andere flitsers werkt die ook gewoon. Dan moet ik alleen even triggeren en af laten gaan, maar dat werkt in principe gewoon, is niet ingebouwd, maar verder geen probleem. En ik kan hem ook gelijk voor film met lichtmeter gebruiken. Voor natuurlijk licht met video kan het erg handig zijn. Het volgende product, nummer 4, is misschien heel simpel, maar dit is dit tasje hier. Dit is van ThinkTank en hier kan je heel makkelijk je batterijen in opbergen. En ik gebruik om ze uit elkaar te houden een heel simpel truc. Geen puntjes naar boven is vol. Draai ik hem om, heb ik bijvoorbeeld een lege, zorg dat die puntjes naar boven zijn. Dan kan ik altijd makkelijk zien of het nou een lege batterij is of een volle batterij. Maar dit tasje om je batterij in te houden is gewoon heel erg handig. Dat volgende product, ook heel belangrijk, opslagruimte. Ik koop denk ik inmiddels 2-3 van deze jongens per jaar. Dit is een G-Tech 3 G-Drive 6 terabyte. En dit gebruik ik eigenlijk om al mijn folders op weg te schrijven. En nou, ik begin ieder jaar gewoon met een nieuwe schijf. Dan begin ik dan, afgelopen jaar ben ik dan met 2021 A begonnen. En volgens B, C, afhankelijk hoeveel ik er in het jaar nodig heb. En ik kan je vertellen, als je video doet en foto's doet met hoge resolutiecamera's, je vreet er doorheen. Maar gelukkig, storage is relatief goedkoop. Volgens mij kost deze van €200 meestal. En dan kan je 6 terabyte aan foto's op kwijt. Dat is een hoop. Een ander ding, iets verder grijpen. Ook essentieel als je veel studiofotografie doet, dat zijn deze jongens hier al. Ik moet zeggen, dit is wel een iets nieuwere, moet ik bekennen, want deze is namelijk USB-C naar USB-C. Maar gewoon tele-tools, tethering-kabels, gaat er eigenlijk bijna altijd eentje mee. Zo bij studio-shoots, als ik op locatie moet werken, als ik de mogelijkheid om te tetheren, dan doe ik dat. En ik vind, ja, de tele-tools-kabels, ik heb ook wel eens de goedkopere varianten gehad. Die gingen voor mij te snel kapot en deze blijft eigenlijk altijd zonder gezeur werken. De enige reden dat ik vaak als ik hier een andere moest kopen is omdat ik weer een camera had met een nieuwe aansluiting en dan moest ik weer een ander plugje hebben en anders heb ik nog steeds dezelfde gehad, denk ik. Dan in de categorie stabilisatie. Deze, een video monopod.
Hier zit een BV10 Fluidhead op en het voetje hieronderop. En het voordeel is, als ik deze uitklap, dan kan ik mijn camera hier ook gewoon bovenop monteren en zelf laten staan als je aan het video bent. En het is gewoon run-a-gun, je wil een kleine footprint hebben, is het heel erg fijn te hebben. Je kan ook grotere camera's. En als je denkt, van, nou, ik vind het nu zo vasthouden of toch zwaar worden, zie je hem lekker op het voetje, hoef je alleen maar te richten en blijf je mooie, stabiele beelden krijgen. Dan in categorie tassen ook nog deze Tingting. Wat is het? De AirPods Security versie 3 heb ik hier al. Hij is te groot om hier op te tillen. Ik heb al een keer eerder een video van gemaakt en het is gewoon een hele fijne tas om te gebruiken. Daar kan heerlijk veel in en hij valt onder de AirPods Security lijn. En dat security is ook heel belangrijk. Hij zit namelijk vol met slotjes dat je alles vast kan maken. Dat als je ergens bent, dat niet iemand zomaar je tas mee kan nemen of spullen uit je tas kan halen. En ook als je op een hotelkamer zit, kun je alles erin klikken, vast op slot gooien. Dan weet je dat het gewoon behoorlijk veilig is. Dan nummer 8 en die heb ik niet hier liggen, want het is te groot. Maar ik zal een foutje plop hier erin monteren. En dat is denk ik wel mijn meest favoriete lichtvormer alle tijden. En dat is de Enneagram Deep Octa Softbox en dan de 100 centimeter. En ik gebruik hem zelf met de hooded diffuser erin. Dan kan je hem gewoon heerlijk mooi richten en het geeft gewoon prachtig mooi licht. En ja, ik zal heel veel portretten met die softbox gemaakt hebben. En dan de laatste, ook weer in de categorie stabiliteit, dat is een C-stand. En die is ook te groot om hier neer te zetten. Ik zal plop hier een plaatje plaatsen. En ik heb al een keer eerder ook een videootje gemaakt over wat je allemaal met een C-stand kan doen. Ik heb er nu nog een stuk of 4, geloof ik. En dit zijn de 10 meest gebruikte producten die ik heb. Of misschien de beste aankopen die ik heb. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Als het zo is, geef een duimpje omhoog hier beneden. Ben je nog geen lid van mijn kanaal, druk dan vooral op abonneren hier al. En kijk hier voor video's die ik eerder gemaakt heb. Kijk wat YouTube jullie aanraadt om te gaan kijken. En dan zie ik je heel graag terug bij een volgende video. Hoi hoi!